In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Abonneer je op ons kanaal en laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Harvey. Hij doet aan chemsex, oftewel chemical sex. Het hebben van seks onder invloed van harddrugs. Ecstasy of GHB? GHB. Seks met of zonder drugs? Tussenin. Met, ja, met. Kies maar met. In een groep of met je partner? In groep. Nuchter klaarkomen of de beste high ever? Nuchter. Nooit meer seks of nooit meer drugs? Nooit meer drugs. Welke drugs gebruik jij tijdens chemsex? De voornaamste dat ik mee in contact ben, dus of ja, op een regelmatige basis, is met 3-MMC. Dan ook G, wat dan GHB of GBL is. Af en toe X, maar dat zijn de voornaamste. Heel af en toe Keta, Coke, Tina, dus Crystal Meth. Dus een verscheidenheid, maar de eerste dat ik had gezegd waren de voornaamste dat ik gebruik. Maar dat is een flinke lijst. Dat is inderdaad een zeer grote lijst. En je lacht er heel lief bij, maar het zijn wel pittige middelen ook. Ja. Maar, en wat is dan jouw go-to combinatie? Go-to combinatie is bijvoorbeeld ketamine en 3MC wordt bijvoorbeeld bij elkaar genomen. Dat heet dan een K3 combinatie. En ja, dat geeft dan de effecten van beide, maar toch wel iets beter dan dat je ze apart zou nemen. Maar ik heb al in het verleden ook andere combinaties gedaan, zoals 3M met G te combineren. Dat was zo'n tijdje een leuke combinatie, maar dan iets nieuws gevonden en dan stap je daar over totdat je dat een beetje beu bent. Ja, en hoe neem je die dingen dan? Oftewel via slikken, oftewel via snuiven. Spuiten in de arm, in de bloed ook, maar dat heb ik nog nooit gedaan en ben ik geen voorstander van. Nee, dat is ook wel pittig. En dan is er ook nog een welgekende onder het gay milieu, dat je in een klein glas wat poeder of de drug doet dat je zou willen gebruiken, je lengt dat aan met een klein beetje water gewoon tot het opgelost is en dan pak je een spuitje en haal je dat dus al die vloeistof daarin en dan doe je dat langs achteren. Oh, hup in het kontje. Yes, inderdaad. Oh. En dat heet dan een booty bum. Oeh, maar fit je anus dan soms niet helemaal uit elkaar? Nee, dat niet. Dat niet. Wel misschien een beetje een branderig gevoel, omdat de stoffen vaak niet zo veilig zijn. Nou ja, en ook een Z-pil gaat ook niet voor niks in je kont, omdat het goed voilà, wordt opgenomen. Inderdaad. Uw darmen zijn daarvoor gemaakt om makkelijk stoffen op te nemen. Ik had een tijdje terug dat ik een kwartje in mijn kont gedaan. Nou, dat heb ik geweten. Oef. Ja, dat is wel leuk. Wat vind je zo fijn aan chemsex? In mijn ogen, ja, ik ben een homoman, dus ik heb twee rollen. Oftewel ben ik top, oftewel ben ik bottom. Ja, je geeft of je wordt genomen. Inderdaad. En dus als je wordt genomen, drugs helpen gewoon met je lichaam sneller te laten ontspannen. Als je dat zonder drugs doet, neemt dat langer zijn tijd, moet je voorzichtiger zijn. Dan is je gaatje heel strak. Inderdaad. Ja. Maar met drugs, dat helpt. Ja, dat maakt het gewoon een makkelijkere job, om het zo te zeggen. En dan bij toppen is het voornamelijk, dus als je iemand zou neuken, is het dat drugs je geiler maken, soms makkelijker of makkelijker hard houden, dat je langer kunt doordoen, betere uithouding. Dus het is zo, op de verschillende rollen heb je, ja, dingen dat die drugs kunnen helpen om beter te presteren, om het zo te zeggen. Oftewel het intenser te maken of een beter gevoel te geven. Hoe was jouw allereerste keer? Weet je dat nog? Je allereerste feestje? Mijn allereerste keer was drugs, dat ik al eerder genomen, maar voor de eerste keer chemsex was denk ik 2 jaar geleden. En ik heb toen voor de eerste keer ecstasy genomen en GHB en direct ook in combinatie ermee. En ja, dat was wel een keer om niet te vergeten. Dat was ook de eerste keer dat dan zo je beeld begint te veranderen, het gevoel, gewoon hoe dat je daar op de wereld stond, was zo ineens allemaal anders. En dan, terwijl we die seks hebben, was ook wel nog fantastischer, maakte er wel echt een ervaring van. En waar zat dat dan in? Was het je gevoel wat extra heftig was? Of je geilheid? Of... Ja, een specifiek voorbeeld. Ik heb zeer gevoelloze tepels. Maar als ik drugs neem, worden die wel gevoeliger dan normaal. En dat kan ik niet beschrijven. En dan is dat zo van, die drugs versterken je seksuele prikkels. Ja, je zintuigen, je seksuele prikkels, je interesses ook.
van alles. Hoe ziet een chemsexavond er voor jou uit? Een beetje de gemiddelde avond. Dat hangt al eerst af van welke plaats dat het gebeurt. Als het uitgaan in de clubs of zo openbare feestjes is, dan is dat meestal eerst goed uitgaan, dan iets nemen en dan stil, naarmate de avond verder gaat, naar de darkroom gaan. Daar is het wel meer drukker en minder rust. Terwijl op zo'n privéfeestjes dan is dat meestal rustig op gang gaan met eerst te praten. Iedereen neemt een beetje drugs. En dan wanneer dat het binnen een half uur dan begint te werken, ziet iedereen op de matrassen daar bezig. Ja, dan dus, is het dak eraf. Ja, inderdaad. En hoeveel mensen, bijvoorbeeld op zo'n thuisfeestje, hoeveel mensen komen er dan op af? Dat kan afhangen van rond de 20 mensen dat daar zijn, tot dat ze een hele, van smiddags tot de volgende smiddags gaan, dat ze dan halverwege de avond nieuwe mensen laten bijkomen, dat er dan in totaal 40 mensen gefaseerd zijn geweest. Ik heb al gehad dat er feestjes uitliepen tot twee dagen daarna. En dan ben je gewoon 2 dagen aan het neuken. Ja, en af en toe is even een uurtje dat je gaat slapen en dan terug doorgaat. Oh ja? Ja, dan, ga je van een hoekje liggen en dan ben je weer. En dan zijn ze wel vriendelijk genoeg om een dekentje op je te leggen dat je gewoon goed gedaan is. Om je te laten. Ja, om je te laten en dan wanneer je terug genoeg energie hebt, kun je verder doen. Maar even, dan zit je dus ook gewoon 2 dagen lang zit je aan de drugs. Ja, dat op vrijwillige keuze inderdaad. Ja, maar dat is wel pittig. Dat hoort er gewoon bij, dat er om het half uur iemand met een overdosis voorbij komt. Oftewel iemand die overactief is en van hier naar daar en overal springt. Ja, als je het eenmaal hebt gezien, een paar keer, een aantal keer, dan is dat zo van oké, er is er nog eentje gepasseerd. Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt tijdens chemsex? Het was denk ik op mijn eerste feestje dat ik naartoe was gegaan, zo'n privéfeestje. En ook dan gems daar genomen, geen remmingen. Wat had je genomen dan? Ecstasy had ik. En ik denk ook geen genomen. En ik denk dat ik dan denk 3/4 van de mensen dat daar waren mee seks heb gehad. Dat ik zo naar de toilet bijvoorbeeld ging, dat er iemand voor mij staat. Oké, hij gaat in het toilet, maar hij signaleert van dat ik mee mag komen. Oké, sure. Ik onwetende, heel naïef, ga mee in de toilet, omdat ik dacht van oké, ik kan direct daarna het toilet gebruiken. Is hij mijn lul dan aan het afzagen? En daarna, omdat het dan gelubricated is door uw speeksel, heb ik hem dan geneukt. Oké, hij gaat dan weg. Komt er de ander dat in de rij staat zo, oh ja, mag hij ook? En dan komt hij bij mij ook mee in het toilet. En dan, ja, ik denk dat ik dat constante toilet... Constante stroom aan ja, mensen. Dus ik denk dat ik dat toilet pas na uit ben gegaan dat ik denk 3 of 4 mensen heb geneukt. Toen was het gewoon mijn lul stond nog hard van de drugs. Dus die mensen die er langs kwamen, die konden ervan genieten. Ja. Maar en, nu zal ik net als je moeder klinken, maar ben je dan enigszins bezig met gewoon SOA-achtige dingen of condoomachtige situaties? Of? Meestal op zo'n feestjes wordt er niet gedaan aan condoom. Niet? Nee. Oh. Ik moet je teleurstellen. Nee, dus, maar de ergste SOA is HIV nog steeds, denk ik dan. Maar daar zijn nu wel preventieve middelen voor. Dat dus jij slikt prep ook? Ja, inderdaad. Maar een SOA is wel slecht voor je lichaam. Ja, vooral de antibiotica dat je moet nemen om dat tegen te strijden. Dat is meestal wel een aanval op je lichaam. Want hoe zorg jij dan voor je eigen veiligheid? Voor mijn eigen veiligheid is dat ik nooit alleen uitga. Ik ga altijd met een groep van mensen die ik weet van oké, als er iets misloopt, ik kan hun vertrouwen. En zij weten ook naar wie dat ze moeten bellen of contacteren moesten er issues zijn. Het vieze van de situatie is wanneer mensen overdosissen, ja, je hebt geen controle meer over je lichaam. Nee. Oftewel bent je levenloos, oftewel bent je overactief enzovoort. En ik heb al viezere momenten gezien dat mensen daarvan gebruik maakten. Van iemand die bijvoorbeeld oud was en dat je dan... Inderdaad. En probeer ook, als ik zie dat dan iemand is die ik ken, probeer ik die wel ook te beschermen, want er zijn niet altijd even vriendelijke mensen die je gewoon een dekentje opleggen en je laten rusten of zien dat je daar doorkomt. Nee, er zijn ook vieze mensen die durven gebruik maken van de situatie. Ja, want als je zeg maar zo naar chemsex kijkt, wat zijn dan de risico's? Ja, die drugs nemen nu remmingen weg, maken alles veel beter dan dat het daadwerkelijk is. En dat je dan meegaat in momenten dat je eigenlijk dan totaal niet zou hebben meegedaan. En ik heb wel al teruggekeken op momenten dat ik onder invloed was en dat ik dan achteraf dacht van ik zou nooit in een normale situatie daarmee
in mee zijn gegaan, ja. Er zijn altijd risico's met drugsgebruik, omdat je niet in een gezonde stand erbij staat. Maar hoe voelt nu nog gewoon seks voor jou zonder drugs? Is dat dan ook niet altijd iets minder? Ja, het ding is wel, als ik zonder drugs seks heb, probeer ik altijd meer van het moment te genieten en gewoon altijd zo wat rustiger je tijd te nemen. Oké, drugs maken alles makkelijker, maken de dingen sneller. Vooral als je wordt geneukt, maakt dat de dingen makkelijker. Terwijl dat zonder drugs probeer ik daar wat, ja, de dingen te appreciëren. Meer ook de dingen voor het seksen zelf te appreciëren, dus het voorspel. Wat vaak ook gewoon overgeslagen wordt als je onder invloed bent, want je kunt gewoon direct naar daar gaan. En stel nou dat je dit ook wil proberen en dat je dus naar je eerste feestje toe wil. Wat zou je dan tegen iemand willen zeggen? Waar moet diegene op letten? Gewoon de eerste stap is dat hij dan niet naartoe zou moeten gaan. Nee? Gewoon nee. Dat is, zou je het zo sterk afraden? Ja, ik zou het... Het ding is... Maar dat zijn altijd momentopnames. En uiteindelijk op lange termijn bereik je daar niks mee. En hoe meer levensjaren je hebt, hoe dichter alle zaken op elkaar komen. En ga je dat dan elke weekend of elke maand dat je bent uit geweest en seks hebt gehad met verschillende mensen met drugs herinneren? Nee, dat gaat gewoon één vlek zijn. En je wilt niet dat dat een te grote periode wordt, dat je gewoon zoveel jaren daaraan verspild hebt. En eigenlijk niet echt... nuttige momenten te maken dat u bevorderen in het leven. Want je gaat niet verder. Je hebt wel leuke momentopnames, maar uiteindelijk heb je iets gedaan dat werkt voor je toekomst. Nee, je blijft de hele tijd vast in een moment zitten. Ik vind het wel grappig dat je zegt, want je hebt veel positieve verhalen erover, dat je dus toch zegt van ik had het liever niet gedaan. Ja, liever niet. Ja. Gewoon ook hoeveel tijd en energie en geld dat daarin kruipt, dat is ook niet nodig. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele verhaal? Check dan onze podcast. En vergeet niet te abonneren en te liken. Dat was hem. Hey, hou jij eigenlijk van een patatje met mayo of met ketchup? Ik zou kiezen voor mayo. Of met curry? Of hou je er helemaal niet van ketchup? Curry is dat. Oh, echt? Maar ja. Oh, nog beter. Dat vind ik ook lekker, joppie saus.